Heb je een SOA, dan is het belangrijk dat je je sekspartners waarschuwt. Het gaat om alle mensen met wie je de laatste 6 maanden seks hebt gehad. We kijken in dit filmpje hoe Marianne haar vriend vertelt dat ze chlamydia heeft. Hey, Joey. Hey. Hi. Hoe is het? Wat is er? Wel. Wat is er? Ik was vandaag bij de huisarts. Ik had toch verteld dat ik een beetje last had van een rare afscheiding. Daar. Ja. Nou, ik heb vandaag de uitslag gekregen. Je hebt toch geen Je hebt toch geen SOA? Jawel. Chlamydia. Je hebt het niet van mij hoor. Ik heb het wel van jou. Je bent mijn eerste vriendje. Het zal wel van je ex komen. Van mijn ex? Kom op, dat is 4 maanden geleden en ik heb nergens last van. Ja, maar de huisarts zei ook dat je er geen last van hoeft te hebben. En dan alsnog kan je een ander besmetten. Lekker is dat. Zit ik met een SOA? Zit jij met een SOA? Wat dacht je van mij? Je bent mijn eerste vriendje en ik heb gelijk een SOA. En hoe komt dat? Omdat jij zei dat je geen SOA had. Dat we het veilig konden doen zonder condoom. Oké, ja, dat wist ik ook niet. Maar wat nu? Ik heb 2 pillen gekregen, antibiotica. Van de dokter heb ik een code gekregen. Nou ja, je vult de code in op partnerwaarschuwing.nl. En ook jouw telefoonnummer moet ik dan invullen. En dan krijg je een waarschuwing. Nou ja, met die waarschuwing ga je naar de SOA-poli of naar de huisarts. En ja, die helpen je verder. Kan ik niet gewoon die antibiotica-tablet krijgen? Dat weet ik niet. Maar dan moet je even je huisarts bellen, die weet dat wel. En dan moet ik dan ook nog een test doen. Krijg ik dan zo'n staafje in mijn... Oh. Nee, dat is al lang niet meer. Je kan gewoon in een potje plassen en dat neem je mee. En dan, ja, dat kan gewoon. Oké, nou, laten we maar gelijk even die code invullen dan. Ja. En komt allemaal wel goed, joh. En dan nog iets. Even geen seks meer, want... Wat? Ja. Anders krijg ik weer chlamydia van jou en jij weer van mij en dan blijven we bezig. Oké, nou dan ga ik gelijk mijn huisarts bellen. Je ziet het, zo kan het gaan. Doe het gewoon. Waarschuw je partners. Dan kunnen zij zich ook laten testen en zo nodig laten behandelen. En voor de toekomst, zorg dat je geen SOA krijgt. Vrij veilig.